huilen? Gaan we huilen? Nee, je hoeft niet te huilen. Vandaag, de laatste uitleg. Blijf erbij. Je krijgt een grafiek. En daar moet je de formule bij gaan maken. Dus we gaan de weg terug doen. Je weet dat de formule eruit ziet als fx is. Even de goede letters gebruiken, want anders zit ik er weer naast. A plus B sinus C T min D. Dan moet dit ook een T zijn. Waarom hebben ze er opeens een T van gemaakt? We hebben toch X heel de tijd? Ja, hè? Doe ik dat? X. We zijn lekker eigenwijs. Een X. Ja, hè? En nou moeten we al die letters af. Nee, er staat nu trouwens V is A. Ja, maar goed, dat is in het boek. Maar ik hou gewoon aan wat wij heel de tijd hebben. Hoeveel die omhoog of naar beneden is geschoven? Amplitude. Periode. Verschuiving links naar rechts. Ja? Hij is 2 omhoog. Ik ga bij deze 2 beginnen. En ik denk dat het makkelijkste is om de evenwichtslijn te bepalen. Mee eens? De evenwichtslijn loopt precies midden door. Wel een beetje door. Ja, nou hè. Ik ben hartstikke trots op mijn plaatje dat dat gelukt is. Hoe vind ik die evenwichtslijn? Minimumlijn en maximum. Ja. Oké. Okay. Ik hoor het maximum, is het hier? Minimum is het hier. Even kijken hoor, dit is bij min 8. En dit is bij 10, 11, 12, 13, 14. Welke lijn zit daar, of welk getal zit hier precies tussenin? 6. 6 en 3. Nee, maar hoe ook 14 min 6 is 8, zo kom ik maar. Oh. Maar dat is niet helemaal goed. Die A, die vind ik dus. Zo'n 14. 3 inderdaad. Plus, ja, min 8 in dit geval, te delen door 2. 14 min 8. Dat is 6. En 6 plus 2 is 3. Of je doet of mevrouw, je doet plus elkaar. Ja, 8 en 14, dat is 22, dat zit in de 11. Ja, gedeeld door 2, min 14 is 3. Gosje, hoe moeilijk kan je het jezelf maken, hè? Oké, en lijn, bij, waarvan we er 3, hè? Kijk. Mee eens? Dus I is 3, is de evenwichtslijn. Dus die A is 3. Dat is mooi dat ik dat weet. Weet ik nu ook gelijk de amplitude? Want? Nee. Huh? Nee. Je wilt even kijken of als je 14 hebt en 3, dan weet je dat de amplitude 11 is. Ja, 14 min 3 of 3 min 8, wat je wilt. Oké, dus B is 14. Mevrouw, amplitude kan je toch ook gewoon doen? 14 plus 8 gedeeld door 2. Ja, dat kan ook. Dus die A of die B weet ik ook, die is 11. Oké. Periode gaan we naartoe, dat is letter C. De periode. Wie heeft een idee? Hoe vind ik de periode? Dan kijk je meer zo op hetzelfde punt zijn, het laatste of zo, het hoogste. Oké. Gaan we naar de laagste punten kijken? Is dat goed? Even kijken, het laatste punt is hier. Dat is bij 11. En hier is het laatste punt. Ik word er een beetje kinder van. 57. 47 is het dan, hè? 47. Dus van 11 naar 47. 36. Oké. Okay. Periode. Periode. Is, wat zei je net? Van 11 naar 47. 47 min 11 is 36. Maar wij rekenen de periode altijd uit. Met 2pi gedeeld door dat ding, hè, door die c. En er moet nu dus 36 uitkomen. Vertel. Dat is 2pi gedeeld door 36 is c. Oftewel c is 2pi gedeeld door 36 is 1/18 pi. Voor degene die deze stap niet zien,
Doe ik altijd een simpel gedachtevoorbeeldje. 12 gedeeld door 3 is 4. Die C staat op de plaats van 3. Hoe krijg ik 3 uit de getallen 12 en 4? Ja, 12 delen door 4 is 3. Oftewel 2 pi delen door 36 is C. Ja, gebruik de dingen die je wel weet, hè? 1/18 pi. Moet ik alleen nog de D weten? Nou, terug omhoog. Terug omhoog. De D was de verschuiving van links naar rechts. Ik ga mijn beginpunt maar eens zoeken. Mijn beginpunt zit hier. Bij X. Want waar begint die? Stijgen. Hoeveel is die verschoven? Naar links of naar rechts? 20. Ja. Heb ik dan al gelijk mijn beschrijving naar links of naar rechts? Klopt dat? Heb ik dan nu gelijk mijn verschuiving? Nee, dan moet je toch nog gedeeld door die pi doen. Waarom? Ja, weet ik niet. Normaal gesproken begint die hier. Ik ben 3 omhoog geschoven, want dat hadden we al gezegd hier, hè? En dan ben ik 20 naar rechts geschoven. Min 20. Dus wordt het min 20, ja? Dus D is min 20. Ja, maar D is niet min 20, want er staat er min 20. D is 20. Even onthouden. Dus D is 20. D is 20. Nou, dan ga ik de formule maken hoor. Maar u heeft C nog niet. Maar er staat... Oh ja, sorry. F is... Is... Nou, het is weg. Wat was A ook alweer? 3. Volgens mij plus 11. Sinus. 1/18 pi. X. Min 20, want hij was naar rechts geschoven. En volgens mij ben ik nu klaar. Dat gewoon niet nog een getekend of zo. Wat zeg je? Je hoeft toch niet nog een plus van te tekenen. Nee, die is al gegeven, die grafiek. Oké, mooi. Klopt het met het antwoordenboekje? Nou, we hebben het weer keurig gedaan. Gezien hoe je dat af moet lezen, hoe je erachter kan komen. Ja, nou, dat was de allerlaatste uitleg van de samenleving.